Assalamu alaikum dames, ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Zoals jullie zien ga ik jullie aanleren hoe dat je heerlijke couscous kunt maken. Als ik couscous zie of hoor, dan denk ik aan vrijdag, de heilige dag in de islam. Bij ons Marokkanen is het traditioneel dat we op vrijdagmiddag couscous gaan eten na het middaggebed. Ook op gelegenheden maken mensen heel vaak couscous. Maar wij maken het meestal op vrijdag. Het is mijn lieve schoonmoeder die weer al couscous heeft gemaakt en ik heb het gefilmd. Mijn schoonmoedertje weet dat ik van couscous hou, dus wekelijks maakt zij couscous voor mij. Zij heeft een toprecept die ik nu met jullie ga delen. Ik hoop dat alles heel duidelijk gaat zijn. Ik heb nog nooit couscous gemaakt. Maar nu ik heb gezien hoe mijn schoonmoeder couscous maakt, kan ik wel zeggen dat het moeilijker lijkt dan het is. Het is eigenlijk heel gemakkelijk, alleen heb je er wel tijd voor nodig. Het heeft in totaal, denk ik, ietsjes langer dan 2 uur geduurd, maar het is zeker de moeite waard. Ik hoop dat alles duidelijk gaat zijn en dat jullie dit overheerlijk receptje ook gaan uitproberen. Wat jullie allemaal nodig hebben is 1 grote ui, dat was 200 gram. 1 raap, dat is ook 200 gram. 3 tomaten is 300 gram. 4 wortelen is 630 gram. Kikkererwten 200 gram. Pompoen 450 gram. 1 courgette was 200 gram. Een klein bosje koriander en een klein bosje peterselie, allebei 20 gram. En terug 20 gram. En 2 kippenbouten, 900 gram. Natuurlijk kunt jij iets van groente weglaten als je die niet lekker vindt. Of meer groente gebruiken. Je moet je niet echt houden aan de hoeveelheden dat ik nu heb gezegd. Omdat dat natuurlijk bij iedereen verschilt. Maar ik heb jullie exact meegegeven wat dat wij gebruikt hebben. En dat was ook voor 1 grote bord. Dat was voor 500 gram couscous. Dus voor 1 grote bord voor 6 à 8 personen. Mochten jullie maar met 2 zijn, kunnen jullie natuurlijk alles minderen. En ook maar 1 kippenbout gebruiken. En minder groenten en minder couscous. Als kruiden hebben wij 2 kleine lepels zout gebruikt. Dat is 17 gram. 2 kleine lepels kurkuma, dat is 10 gram. 1,5 kleine lepel zwarte witte peper. Mijn schoonmoeder heeft een mengeling van zwarte peper en witte peper. Die heeft zij dan gemixt en daar hebben we dan 1,5 lepel van gebruikt. En dat was 7 gram. En dan een kleine lepel gemberpoeder, dat was 8 gram. En een mespuntje saffraan, dat kon ik zelfs niet opmeten, zo weinig was dat. En dan heeft mijn schoonmoeder ook rijpe boter gebruikt, 15 gram. En ze zei dat dat voor een echt zo couscoussmaak is. Die kun je natuurlijk weglaten en moet je niet vervangen dan door normale boter. In het mijzicht noemen wij rijpe boter de iharen. Mochten jullie dat willen weten. Dan heb je ook nog 160 ml olijfolie nodig. Mijn schoonmoedertje gebruikt alleen maar olijfolie. Maar zij mocht je 50-50 willen doen, dus 80 ml zonnebloemolie en 80 ml olijfolie, dat ook kan. Maar het beste is natuurlijk alleen maar olijfolie. En dan heb je 500 gram couscous gebruikt. We hebben couscous van Zekia gebruikt. Je kunt ook de andere couscous gebruiken van Soudari, van Chumisha. Die is natuurlijk fijner. Die moet je ook 3 keer laten stomen. Maar dan moet je wel minder water gebruiken dan dat wij nu water gaan gebruiken. Dus de fijne couscous kun je ook gebruiken. Maar wij hebben deze gebruikt. Dat waren dus alle ingrediënten en dan ga ik jullie nu laten zien hoe dat jullie alles moeten snijden. Mijn courgette heb ik geschild, 1 schilken eraf en 1 niet. Dat is gewoon voor de decoratie. En dan heb ik die
in de helft gedaan en dan in 4 verdeeld. Hetzelfde voor de wortels, die doe je in de helft en elke helft verdeelt je terug in 4. En dan heb ik de binnenkant eruit gehaald. Onze raap heb ik ook gewoon in 4 stukken verdeeld, zoals jullie kunnen zien. Meer moet er niet mee gebeuren. Uw ajuintje ga je gewoon fijn snijden, zoals wij hier hebben gedaan. En uw bosje koriander en peterselie, die ga je samen voegen. Die ga je bij elkaar doen. En dan heeft mijn schoonmoeder daar een touwtje rond gedaan, zodat die samen blijven. Die heeft dan de hele tijd in de couscous gezeten. En helemaal op het einde heeft zij die eruit gehaald. Dat is een methode die ik eigenlijk nog nooit had gezien, maar best interessant is. Dus uw koriander en peterselie moeten helemaal niet snijden. Gewoon samenbinden met een touwtje. En helemaal op het einde eruit halen. En de tomaatjes heeft zij fijn gemixt. Dat is het enige ook dat er gemixt moet worden. Allereerst ga je je pan erbij nemen en die zet je dan op een middelhoog vuurtje. En daar voeg je je olijfolie erbij. En dan voeg je ook je ajuintjes erbij. En die laat je dan 5 minuutjes staan ongeveer. En dan laat je je ajuintjes erin bakken. En voeg je ook je kippenbouten erbij. Die heb ik gewoon in 2 gesneden, de kippenbouten. Bij je kippenboutjes en je ajuin, die ga je eerst even goed mengen. En dan ga je alleen maar je zout erbij toevoegen. De rest van de kruiden, die komen later. Dus dan ga je alleen je zout erbij toevoegen. En dan ga je met deksel erop, ga je je ajuin en je kippenboutjes 10 minuutjes laten koken. En dan kunnen we beginnen met de couscous. Je voegt er 2 lepeltjes zonnebloemolie bij, zodat die niet tegen elkaar gaat plakken. En dan voeg je er 200 ml koude water bij en mengt je alles. En laat je je couscous 10 minuutjes staan als je er 200 ml water bij hebt toegevoegd. Ondertussen ga je je tomaatjes in je pan toevoegen bij je kippetjes. En de kikkererwten, de hummus. En ook al uw andere kruiden. Maar eerst ga je alles even mengen. Ga je al uw kruiden en uw boter erbij toevoegen. En dan ga je die weer 10 minuutjes, een kwartier, 10 minuutjes, kwartier ongeveer, terug laten staan. Je mengt even alles goed en dan deksel erop en terug 10 minuutjes of een kwartiertje laten koken. Nu gaan we er 1,5 liter, 1,5 liter dus, kokend water bij toevoegen en uw bosje koriander en peterselie er ook bij toevoegen. En dan mag die weer 20 minuten koken. En met deksel erop. En terwijl dat die dus 20 minuten op het vuur staat, dan gaan we onze couscous even zo uit elkaar halen, zodat er geen bolletjes meer in zitten. En die gaan we er dan bovenop zetten voor een kwartiertje. Dat doen we in totaal 3 keer. En dan mag je dat dus boven je groentjes stomen voor een kwartiertje. Je voegt alles in de bovenstuk van de pan. Dan ga je die op je pan leggen. En dan ga je die zonder deksel een kwartiertje laten stomen. Na een kwartiertje haalt je je couscous van het vuur. En ga je die terug in je amstelgaar doen, een grote bord. En ga je er 300 ml koude water bij toevoegen. Wij meten dat op gewoon mijn glas. 1 glas is 200 ml.
Dan heb je daar nog een halve glas bij toegevoegd. En ga je die goed mengen en weer een kwartier laten staan. Ondertussen voeg je je wortelen en je raap in je pan en mogen je die terug een twintigtal minuutjes verder koken met deksel erop. Na 20 minuutjes hebben we ook onze pompoen erbij toegevoegd. En daarna gaan we weer beginnen aan onze couscous. Je moet eerst met de couscous door je handen wrijven zodat er geen bolletjes in zitten. Dan ga je die weer in je vergeet doen. Gewoon alles in één keer. En dan mag je dat weer voor een kwartiertje boven je kookpot. Gewoon op een middelhoog vuurtje. Niet te laag en niet te hoog. Weer al zonder deksel. En na een kwartiertje haalt je terug je couscous van het vuur. Dan voeg je er een heel klein beetje zout bij. Gewoon zo met je vingers. Dus misschien evenveel als een kleine theelepeltje zout of een halve kleine theelepel. En dan voeg je er weer al 200 ml water bij. Dan ga je die goed mengen. Voeg je er volledig 200 ml water bij. En dan ga je die weer een kwartier laten afkoelen. En daarna gaat die voor het laatste keer nog een keertje op het vuur. Nu laten we die helemaal afkoelen en verspreid je die over je bord. Daarna heeft mijn schoonmoeder, terwijl dat uw pan gewoon aan het verder koken is, gewoon een heel klein beetje olijfolie bij toegevoegd voor de smaak. En als laatste voeg je dan al uw courgettes erbij. En mag je dat weer voor een kwartiertje verder koken. En dan gaan we nu voor de laatste keer na een kwartiertje uw couscous er weer opzetten. Dus eerst ga je zien dat alle bolletjes eruit zitten. En dan ga je die terug in uw vergietje doen. En deze keer mag het een kwartiertje boven uw pan, maar met deksel. En dan is het einde eindelijk in zicht. Het duurt wel lang. Het is niet echt veel moeite dat je moet doen voor je couscous te maken, maar het duurt gewoon lang. Je moet je couscous 3 keer laten stomen. Ook als je fijne couscous gebruikt, moet dat ook 3 keer. Maar dan moet je gewoon minder water doen. En dan mag je dat deze keer een kwartier op het vuurtje, maar met deksel. En na een kwartiertje, als je ziet dat je couscous een beetje tegen elkaar plakt, ja, dan is die klaar en mag die van het vuur gehaald worden. Dan ga je met een mes of met een vork zien of je groentjes klaar zijn. En als je er makkelijk door kunt, dan is die klaar. Dan haalt je eerst al je eerste, bovenste groentjes haalt je dan uit je pan. Leg je op een bordje. Zodat je kunt beginnen met je kip te leggen en je worteltjes op je bord. En daarna pas al je andere groenten. En dan ga je dus eerst je couscous op je bord leggen. En dan ga je eerst van je marta, dus van je saus, er ook bij toevoegen. Erover gieten en dan leg je je kip in het midden. En dan ga je natuurlijk decoreren hoe dat je zelf wilt. Maar je giet wel eerst overal een beetje saus over. En daarna legt jij de worteltjes en raap en courgette. En legt je alles mooi rond je bordje. En dan ben je klaar. En kunnen jullie beginnen met eten. Ik hoop dat alles heel duidelijk was en dat jullie hebben genoten van de video. En dat jullie ook mijn schoonmama haar couscous gaan namaken. En dat jullie het ook heel lekker gaan vinden. Laat me maar iets weten als jullie dat hebben gemaakt. Als jullie nog vragen hebben. En jullie mogen me altijd liken, delen en abonneren. En bedankt dat jullie hebben gekeken naar mijn video. Slimme!